Hallo, leuk dat je weer kijkt naar FC Afkikken, de enige voetbalshow op het internet. Mijn naam is Niel Peetsen en het komende uur gaan we je volledig bijpraten over het voetbal van afgelopen weekend en natuurlijk het voetbal van de komende dagen. Dat doe ik met de volgende gasten, Johan van Boven, chef sport van Metro, Mark van der Madel, verdediger van FC Utrecht en natuurlijk mijn vaste sidekick Geert ten Oude, schijnt ook oud-profvoetballer te zijn. Deze week zeg ik het erbij, Geert. Dankjewel. En mijn vrienden aan de rechterkant, Peter van Vliet en Jean-Paul Rizon. Ja, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het natuurlijk hebben over FC Utrecht, aangezien Mark hier zit. We gaan het hebben over de lege tribunes in de arena. Feyenoord dat voor mij geen tegenstander had afgelopen zondag. En waarschijnlijk, ik durf niet met zeker 100% zekerheid te zeggen, heeft Geert ook nog wel iets te zeuren over iemand. Maar dat gaan we vanzelf wel merken. Mark, ik zag je gisteren bij de camera's van Fox staan. Jullie verloren met 1-0 van NEC. En zei: ik ga hier even niets over zeggen. Het ging over het penalty moment. We zijn nu 24 uur verder. Ja, klopt. Nou, op dat moment zit je nogal in emotie, zeg maar. En goed. En ik zie wel dat hij hem raakt, weet je. Maar vervolgens zet hij ook een stap. En daarna laat hij zich vallen. En de scheidsrechter besloot om een penalty te geven. Nou, ik had die wedstrijd al meer aanvaringen, zeg maar, met de scheidsrechter. Dus toen, ik liet maar even heel politiek correct, liet dat even lopen. Ja, goed. Hij vond zelf van niet in eerste instantie. En zijn grensrechter die gaf hem wel. Dan hoe lullig het ook is, maar dan geeft hij hem. En het is een klein klote overtredingje eigenlijk. Maar ging wel op de stip. Maakt het dat dan extra vervelender dat juist dit incident die wedstrijd beslist? Want ja, dat echt goed. Maar ik vind dat je dat eigenlijk nooit echt volledig als excuus mag gebruiken. We waren zelf gewoon niet goed genoeg. Als wij zelf die kansen maken in de eerste helft, dan ja, dan voel je ook een stuk makkelijker. En nu alleen dit is bepalend. Het is vervelend dat het door zo'n lullig momentje beslist wordt. Ja. En het is niet de eerste keer, hè, dit seizoen? Nee. We hebben volgens mij 5 of 6 tegengekregen. Ik was zelf ook 2 keer was ik dader. Ja, goed, het is vervelend. Dit is het moment. Ja. Ja, ik vond het ik vond het makkelijk. Maar zo gebeuren wel vaker dingen. En de laatste tijd vind ik dat ze vrij makkelijk gegeven worden. Ja, het is alleen waar ik het over zeg. Het is vaker gebeurd. Jullie staan nu voor mij 10e. Ja, jullie hadden eigenlijk gewoon 5, 6 punten meer moeten hebben. Ja. Ja, de trainer laat dat ons ook wel zien, zeg maar. Hij heeft bepaalde statistieken. Hij heeft erover, dat is de zogenaamde Performance League. Ja. Ja, en die zegt dat wij 4 punten hoger moeten staan. En, 4 punten. Dus ja, dat is helemaal op basis van statistieken, weet ik het. Nou zegt dat lang niet alles. Weet je, maar goed, we zijn te wisselvallig en blijkbaar niet goed genoeg om nog even. De Performance League, heeft deze trainer dat geïntroduceerd? Of ken je dat al langer? Nee, dat kent hij al langer. Ik heb het zelf nog nooit van gehoord. Maar, ja, ik ook niet. Het is voor mij ook nieuw. Dus op basis van cijfers en welke cijfers en welke factoren dat allemaal zijn, dat durf ik niet eens te zeggen. En wie staat er bovenaan daar? Ik heb niet eens gekeken. Maar doe je dat elke maandag? Dat hij zegt, in de Eredivisie staan we 10e. Ja, maar wij moeten eigenlijk 4 plekken, of tenminste 4 punten meer. NEC moest bijvoorbeeld 6 punten lager. Dus dat was nu toevallig, kwam dat zo uit. En te meer om aan te geven dat we eigenlijk hoog moeten staan. En dat ook zelfvertrouwen moet geven, zeg maar. En dat we van daaruit moeten uitgaan. Moeten jullie dan ook invullen van, ik ben vanavond om 10 uur naar bed gegaan. En ik voel me goed, want ja. Mijn moeder was jarig en het was een gezellige dag. Nee, ik snap bij je over Performance League, hoe goed was je? Dat zijn toch systemen waar je dat soort dingen moet invoeren? Ja, je kan het eigenlijk helemaal dood analyseren met statistieken. Ik ben er zelf niet helemaal van. Uiteindelijk gaat het om het gevoel. En als je gevoel goed is, dan presteer je goed, denk ik. Maar goed, dat was een leuk, tenminste vond de trainer een leuk feitje om even mee te geven. Zeg maar, een feitje. Ja. Hoe was het voor jou om gisteren weer... Kijk, ik heb aan heel veel voetballers die vraag gesteld zien worden. Hoe was het voor jou om gisteren weer in een voetbalstadion te spelen? Ja, dat... Of deed je helemaal niks? Nou, goed, op zich... Nou, ik was er eigenlijk niet mee bezig. Nee, ik was met de wedstrijd bezig. En er wordt genoeg over gezegd. Sommigen, ik kan me voorstellen dat er wel erg heel erg in de kopje zit. Ik zag volgens mij Luc de Jong zag ik ook een interview geven. Dus dat begrijp ik wel.
Maar goed, uiteindelijk focus ik me op de wedstrijd. En misschien is het voor iemand anders is dat niet zo. Maar ik had dat niet echt. Nee. Maar was het voor jullie bijvoorbeeld, ik ga het straks nog met jou over hebben. Voor mij twitterde jij dat gisteren, met dat het heel druk was bij Feyenoord. Maar was er bijvoorbeeld voor jullie iets anders op weg naar het stadion, naar Nijmegen? Dat jullie een andere route moesten, dat het langer duurde? Of? Nee, nou, eigenlijk niet. Nee, ik heb niks anders gemerkt. Nee. Heb je het wel besproken in de kleedkamer? Hoe gaan dat soort dingen? Je bedoelt het hele gebeuren, zeg maar. Ja, eerst in Parijs en daarna in Hannover? Ja, nou goed, natuurlijk heb je het erover. Dan moet ik zeggen, niet elke voetballer is daarmee bezig met de wereldproblematiek, moet ik zeggen. Maar nou goed, ik vind het wel interessant. En wij hebben ook twee jongens lopen die praktiseren de islam, zeg maar. Ja. Sabah Rashid en Yassine Ayoub. Dus als ik vraag daar ook naar, zeg maar, ja, hoe zit het nou? Word je bijvoorbeeld anders aangekeken? En, dus ja, daar praat je met elkaar over. En het is wel een item, alleen ja, ik heb toch het idee dat de problematiek dat het vrij snel opzij wordt geschoven in de voetbalkleedkamer, zeg maar. En wat zeggen ze dan? Als je het aan vraagt? Die zijn volkomen tegenstander. Ja, die zeggen van, ja, dit heeft helemaal niks met mijn geloof te maken. En, maar worden ze wel anders aangekeken? Nou ja, goed, kijk, zij hebben gewoon wel te maken met bepaalde beeldvorming. En ja, goed, Nasser zeg maar ook, hè, die heeft zo'n baard. Ja, goed, dus en die, ik heb het ook wel eens gehoord dat ze hem vanaf de tribune bijvoorbeeld ook aardig wat ziektes en aardig wat naapjes geven. Ja, goed, dat is ongelooflijk, maar ja, dat hoort er blijkbaar tegenwoordig bij. En, ja, goed, en of zij er anders mee te maken hebben, ik zag iemand bij Wilde Door ook zeggen, die had ook een dusdanig uiterlijk. En die zei ook van, ja, ik word anders aangekeken. En dat is gevoelsmatig. Voordat alles in Parijs gebeurde, was er natuurlijk een heel incident rondom Barisiet. Dat is ook een vraag van Sime Gereitst. En die vraagt, Mark, wat vind jij van de handweigering van je teamgenoot Barisiet aan een vrouwelijke journaliste? Ja, goed, dat is een hele lastige situatie. En ik heb aan Nasser ook gevraagd van, ja, wat gaat hier nou hier aan de grondslag, zeg maar, weet je. En ja, ja, hij heeft me helemaal uitgelegd. Dat gaat natuurlijk veel dieper dan dat ik nu hier kan zeggen, zeg maar. En, maar waar komt het op neer? Nou, als hij, nu ga ik een beetje op zijn stoel zitten, maar hij, zijn geloven, zeg maar, dat de scherper alles weet. En wij zijn dan de schepping, zeg maar. Dus, ja. En hij luistert naar zijn schepper. Dus op het moment dat hij Lene Hendricks in dit geval een hand zou geven, dan zou hij de schepping boven de schepper zetten. En dat is verkeerd. Maar hij vindt dus dat de schepper vindt dus... Ja, ik kom uit een christelijk gezin, dus ik begrijp het woord schepper. Heel veel mensen bij schep, dan denken ze aan de schep zand, maar schepper. Het is nog steeds zo dat als je... dat hij dus vindt dus dat wij mannen dus boven de vrouw staan. Anders geef je een vrouw wel een hand. Daar gaat hij mank. Tenminste, dat vind ik. Nou, hij vindt... Heb je die vraag kunnen voorleggen? Of kan je zo met hem discussiëren erover? Ik heb het niet zeker gezegd, want hij heeft niet zozeer misschien... dat zijn misschien niet zijn eigen beginselen, zeg maar. Ja, profeet Mohammed, Aldus Nasser, die zegt... Mm-hmm. Ja, dat is een handleiding. En volgens die handleiding leef ik. Zonder daar echt bij na te gaan over het 5 keer per dag, meen ik, bidden. Mm-hmm. Ja, goed, dat doen ze. En ja, goed, en dan verder wat ze daarbij vinden... Dus eigenlijk is het een beetje sneu eigenlijk dat hij zo in dat stramien blijft hangen in die tunnelvisie. Want ja, dat boek, net als de Bijbel overigens. Hè, ik vind ook dat de christelijke katholieken soms te veel in die Bijbel blijven hangen en niet meegaan met de tijd. Ja, het is niet meer van deze tijd. Geloof aan zich is, zegt men, is niet van deze tijd. En het is meer wetenschap. Ja, goed. Maar als hij dat zo voelt en als hij dat... geloof op die manier wil beleiden, dan moet hij dat vooral zelf doen. Daar heb ik verder niet zo. Maar wat vind je ervan? Misschien gaan jullie wel eens uit met het team. Mogen de vrouwen mee? Ik weet niet, heb je een vriendin? Nee. Okay. Nou, stel je hebt een vriendin en je stelt ervoor, maar hij geeft haar geen hand. Wat vind je daarvan? Ja, goed, dat zou... die vraag is natuurlijk ook in de kleedkamer gesteld. Van, ja, hij zal geen hand geven. Ook maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen hetzelfde. Ja. Namelijk Utrecht heeft een statement, Peter. Dat zeiden ze. Er was natuurlijk heel veel ophef over. Ja. Toen heeft Utrecht een statement naar buiten gebracht. Dat
dit het is gewoon. Zij geeft geen hand aan vrouwen. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat het helemaal is doorgesproken met FC Utrecht leiding en zo. Dat iedereen gewoon, dat is nou helemaal zo. Iedereen binnen de club is daar akkoord mee. Dat gaat gewoon zo. Klopt dat? Nou ja, het is niet zo dat wij bij de onderhandelingen zitten van, hey, ja, Nasser bespreekt ik wil deze manier doen, zeg maar. Dus en die gaan niet vragen aan de groep van, ja, wat vinden jullie ervan? Nou ja, zo groeit, zeg maar. En het is ook maar de leiding van de club, met management van de club. Nou nee, daar zijn wij niet zozeer in gehoord, nee. Ja goed, zoiets loopt ook. En ik moet zeggen, ja, je hebt ook niet echt, of ja, last van is misschien niet het goede woord, maar het valt mij niet in die zin heel erg op. Ja goed, alleen dit wordt, als Helene Hendricks niks had gezegd, dan had niemand dan het... Dan was ook niet opgevallen. Dus ja, dat vind ik ook weer, terwijl hij van tevoren netjes aangeeft, ja, ik interview geven, maar dit en dat. Bij de clubs is het wel een heel gevoelig punt, want we wilden daar een verhaal over maken bij Metro. Ja. En toen hebben we verschillende clubs gebeld en die zeggen allemaal van, nou, zolang het bij ons niet van toepassing is, gaan we er ook niks over zeggen. Dus we vroegen van, hoe zit dat bijvoorbeeld met contractbesprekingen? Zeggen jullie dan van, jullie moeten gewoon jullie gedragen naar de standaarden die wij binnen de club hebben? Maar nee, zolang het niet van toepassing is lekker bij ons, gaan we niet... gedrag, ja, ook, hè? Precies, ze wilden helemaal niks over zeggen. Er is ook een eigen gebedsruimtje is gecreëerd voor die jongens, heb ik wel eens gehoord. Nou, gecreëerd niet. Ze hebben gewoon een ruimte waar ze... Een matje in de hoek van de kleedkamer. Ja. Het begint een beetje FC theologie te worden. Ja, nee, maar goed. Ik ben wel benieuwd. Jij bent natuurlijk een van de aanvoerders van de club. Je bent ook een uithangbord naar buiten. Je gaat met hem in gesprek. Ook gewoon, zoals ik nu merk, dat je oprecht geïnteresseerd bent waarom hij dat doet. Ja. Maar ben je het nu eens met wat hij doet? Of vind je hij moet vooral doen waar hij zich goed bij voelt? Nou goed, kijk, als dit zijn principes zijn, ja, zijn geloofsprincipes, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat volledig fout is? Kijk, ik zou zelf altijd een hand geven en ik, ja goed, maar dat ik ben niet Nasser, zeg maar, nee. Weet je, dus in deze. En dat is het hele gevoelige, zeg maar. Dus, en hij snapt ook heel erg goed dat het respectloos overkomt, zeg maar, weet je. Dus dat heeft hij ook letterlijk tegen mij gezegd. Alleen ja, goed, het is... Maar juist daarom zou hij dan toch... juist in het land waarin wij leven, vrijheid van meningsuiting en dergelijke, de grondbeginselen die wij hebben in onze grondwet, zou het juist zo moeten zijn dat op het moment dat hij zich in ons land komt, dat hij zich ook aanpast aan ons. Ik heb het voorbeeld gegeven, als ik naar de moskee ga, en het gebruik is daar dat wij de schoen uit doen, doe ik mijn schoen uit, ga ik niet als enige met mijn schoenen naar binnen daar. Maar we hebben ook vrijheid van religie hier, hè? Dus het is, ja... Nee, maar ik zeg ook niet dat hij dat niet moet doen, alleen ik denk dat het meer... Nergens in het boek staat dat het verboden is. Overal waar ik kom, of ik nou naar Zweden ga en waar ik word gewaardeerd als je je aanpast aan het land, natuurlijk heb je zelf... Als je op jezelf bent, dus in je eigen omgeving, in huis en dergelijke, met mensen dat je dat niet doet. Maar als je begeeft en je werkt en je woont in een ander land waar andere gebruiken zijn, ja, vind ik dat je je daarin moet aanpassen. Nee, ik ben het wel met je eens, alleen je kan het niet afdwingen. Het staat niet in het wetboek of zo. Nee, luister, ik ga hem er niet om neerschieten of zo. Ik heb het voorbeeld gegeven. Pas op wat je zegt nu. Ik heb het voorbeeld, ja oké, dat het nu wat actueel is, maar dat zou ik 5 jaar geleden ook hebben gezegd. Ga je ook rollen zometeen? Dus, nee, ik... Nee, maar ik respecteer dat aan de ene kant. Alleen ik vind dat hij wel, wel wat ver gaat erin en zich meer zou moeten aanpassen. Ja, goed. Je hebt het nu iets genuanceerder verteld dan de vorige keer. Toen moest hij het land ja, uit. Ja, de vorige keer zei ik van ja, als je zich hier niet aanpassen aan mensen, maar dat ging niet per se langzaamheid, niet per se over hem, maar in het algemeen, dan vind ik dat je hier niet moet komen. Nee, we gaan voetbal hebben, jongens. Ja, het gaat toch over voetbal? Ja. Het gaat toch over voetbal? Het gaat over het intellectueel en je haakt weer af. Ja, nee. Goed. Ik heb een niveau, toch? Er is altijd discussie, ook over dit soort dingen. In Amsterdam, voor mij, staat synoniem aan discussie. In ieder geval bij Ajax. Maar de club staat in brand. Johan, maar afgelopen zaterdag 2 vingers in de neus. Simpele overwinning op Cambuur Leeuwarden. Ja, en dat voor een halfvol stadion. Ja. Nou ja, als je zag wat de tegenstander opbracht, dat was wel van een heel erg bedenkelijk niveau. Terwijl Ajax ook niet heel erg groot speelde. Ja, het is een beetje het verhaal van dit seizoen. Ploegen hoeven niet meer heel groot te spelen om een tegenstander in te maken. Nee, het was, voor mij waren het nu 3 kopdoelpunten in 5 minuten. Maar dat hadden ook gewoon 4 in 7 kunnen zijn. Ja. Het ging de eerste 20 minuten voor mij gebeurde er helemaal niks. En toen ging het los. En Ajax heeft 5 jaar getraind op hoekschoppen en eindelijk komt het er allemaal uit. Ja, absoluut. Heb je die wedstrijd gezien, Geert? Ja, ik heb de wedstrijd gezien. En ik had van de week, je ziet, ik word ook ouder. Mijn geheugen laat mij ook in de steek. Ik had geloof ik 3 ploegen gezien waarbij de verdediging of de keeper of een trainer ervoor kiest om bij de palen niet bezet te houden. Ja.
En, Zweden, Zweden, Denemarken. Bijvoorbeeld, doelpunt van Zlatan. Ja, die bedoel ik. Maar wat je krijgt is dat trainers denken, oh, we gaan zonder verdediging doen. En hebben we 5 man daar, dus dan wij gaan nooit een duel verliezen. Maar je kan altijd een duel verliezen. Sterker nog, er werd van de week een doelpunt bij, ik weet niet meer waar, met de rug gemaakt. In de Eredivisie was het, geloof ik. En dus je kan altijd een duel verliezen. En hoeveel ballen nog bij de paal erin gaan, hoeveel doelpunt je daarmee kan voorkomen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de palen niet bezet zijn op dit niveau waarin wij spelen. Mark, wat doen jullie? Een zone of een man? Zone. En waar voel jij je goed bij? Nou, ik vind zone eigenlijk wel prettig. Maar ja, dan moet je wel je verantwoordelijkheid nemen. Zeg maar. Tegen PSV krijgen wij ook een... Die eerste goal die ontstaat uit de corner en vervolgens indirect. Ja, goed. Ik vind dat altijd lastig. Ik vind zone vrij prettig. Want ik denk als je man op man gaat, dan wordt er altijd geblokt. En dan kan je helemaal kansloos zijn. Ja, goed. Nee, in principe ik ben ook bij de trainer. Palen, zeg maar. Ja. Ik ben ook trainer en mijn paal is altijd bezet. Ja. Dus ja, de kans dat daar aan die kant een bal binnen wordt gekopt is sowieso kleiner. Ja. En als ik aanvallend tegen een ploeg speel die zonnedekking speelt, dan stuur ik 5 man naar de eerste paal. Ja. Want er staan nooit 5 man van de ploeg die in de zonnedekking staan. Ja. Dus Heerenveen met Gert-Jan Verbeek en Foppe de Haan, die deden dat ook. Ja. En met ADO Den Haag, we uitvoerig bestudeerd. En we stuurden 5 man naar de eerste paal. We gooiden de bal op de eerste paal, laatste minuut winnen, 1-0. Er hangt inmiddels ook een trainer aan de lijn. Maar wij kennen hem inmiddels als verslaggever van Voetbal International. Freek Jansen. Dat is mijn grote vriend. Zonder verdediging of niet bij LSV? Wat zei je nieuw? Ja, jij verdedigt nooit mee, maar wat doe je dan vaak? Zo. Goed, laten we het over het echte voetbal hebben. Genoeg hierover, Freek. Mooi, Freek. Het stadion zat half vol en Ajax had eigenlijk geen moeite. Daar hadden we het over. Nee, het was wel vaker voorgekomen, hè, dat toch de ploeg van de Boer de ideale bliksemafleiding is voor alle problemen buiten het veld. En dat was afgelopen zaterdag ook weer het geval. Hè. Je hebt zo'n wedstrijd tegen Cambuur die je heel makkelijk wint als Ajax zijn. En ja, dat was op dat moment denk ik heel belangrijk. Ik denk als je tegen een tegenstander speelt en stel in de rust komt het de helft van het publiek binnen en je staat dan 0-2 achter, dan is er gelijk een hele andere sfeer. En ja, nu was het gewoon eigenlijk een walk-over tegen heel zwak Cambuur. Dus ja, voor Ajax is het sportief in Nederland natuurlijk, gaat het gewoon perfect tot nu toe. Alleen ja, daaromheen kun je absoluut niet spreken in dat soort termen. Nee, want daaromheen, en we zagen vanochtend de column van Cruijff, zagen we daar nou eigenlijk een sneer aan Frank de Boer? Nou, er zaten wel 2 kleine sneertjes hoor in die column. Maar kijk, allereerst heb ik gewoon gelijk over die focuscoach. Nu is dat een beetje een hol begrip geworden, maar dat is wel een begrip wat door de Boer is geïntroduceerd. Die heeft dus dit seizoen bij Ajax een focuscoach, dus eigenlijk een mentale begeleider, in de staf opgenomen. Of iemand die daaromheen het werk doet. Omdat, ja, ik heb het een maand geleden was daar sprake van. Toen is daar ook uitvoerig vragen over gesteld aan de Boer. En die vond dat gewoon nodig, want die zag te vaak na een Europees duel, zag hij in het weekend daarna een terugval bij zijn spelers. Omdat ze volgens hem gewoon niet... Ja, de concentratie hadden die nodig was. En ja, met het gevolg dat Ajax heel makkelijk punten verspeelde. En ja, daarom heeft hij zo iemand in het leven geroepen. En hij is er heel enthousiast over. Maar ja, in de eerste paar woorden van Cruijff, toen werd benadrukt dat de focuscoach, ja, dat hij daar eigenlijk niks, dat Cruijff daar zelf eigenlijk niks van moet hebben. En dat hij, ja, zulke termen of zulke ontwikkelingen eigenlijk op een voetballende manier beter ziet oplossen. En ja, nou, even later kwam natuurlijk ook nog aan bod het jong Ajax, dat de ontwikkeling van de Ajax-spelers na de A1 wat stilstaat of iets in die bewoordingen. Ja, dat is natuurlijk ook indirect wel aan het adres van de Boer, want ja, die is al 5 jaar verantwoordelijk voor het eerste elftal. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een teken aan de wand. Dus ja, kortom, het was wel weer een hele interessante column in de Telegraaf. Maar wat weet jij van die relatie? Is die relatie gewoon echt kapot tussen die twee? Nou, de Boer die is geestelijk totaal onafhankelijk. En dat is vanaf het begin al duidelijk geweest. Hij heeft nooit voor een kamp gekozen. In hoeverre dat nu nog mogelijk is bij Ajax. Maar de Boer die gaat puur uit van het sportieve plaatje wat hij onder zijn hoede heeft. En ja, toevallig komende woensdag zat een heel groot interview met de Boer door Simon Zwartkruis gemaakt. En ja, om even reclame te maken, ik zou aanraden wat te lezen. Want hij gaat onder meer ook op dit soort zaken in. Ook van zijn positie in dat hele... machtsspel. En ja, hij rijdt elke ochtend nog met een grote glimlach naar de club toe, zegt hij daarin. Omdat hij zich puur op het sportieve plaatje kan richten. En ja, ik denk, zolang je dat kan doen bij Ajax op dit moment, ja, dan kun je er nog veel plezier uit beleven. Al die andere kampen eromheen, ja, dat zorgt voor de grote problemen. Ja, reclame maken mag voor Voetbal International, Freek, graag. Maar dan moet je wel even een sneak preview geven van wat voor opzienbarens in dat interview naar voren komt natuurlijk.
Ja, nee, dat moet ik doen. Maar ja, dat doe ik niet. Dan moet je komende woensdag een PI kopen. En de jongens achter jou die roepen dan keihard Blendel. Maar dat hoeft niet via Blendel. Gewoon even naar de kiosk even de PI kopen. Dat is een stuk belangrijk. Wat heeft deze gozer nou opeens? Nee, het is een verhaal dat Simon Zwartkruis heeft opgetekend. En dat gaat onder meer ook over de kritiek op het waarschijnlijk saaie spel van Ajax. En ook een beetje terugkijken op de afgelopen 5 jaar. Want hij is natuurlijk begin december 5 jaar in diensten bij Ajax. En ja, best wel die kant op. Opvallend is natuurlijk, toen hij begon, was het op bestuurlijk vlak een chaos. Hij is 4 keer kampioen geworden, vorig jaar niet. En nu na 5 jaar... Ja, is het alweer, of nog steeds, net hoe je het wil noemen, maar laten we het alweer noemen, een grote chaos. Dus ja, hij heeft ook het publiek ruzie met elkaar. Ja. Hey Freek, nou zelfs het publiek ruzie met elkaar in de arena. Ja, precies. En dat counterde de boeren zaterdag na afloop ook. Die zei, ja, er is niet alleen meerdere kampen binnen de club, maar ook op de tribune. En dat merkte je goed op het moment dat bij de F-site en vak 14, dus de fanatieke supporters, de tribune opkwamen in de rust. Ja, toen werden ze echt finaal uitgefloten door een groot deel van de andere supporters. Dus, ja, dat laat zien dat er ook niet sprake is van één eenheid op de tribune. En, ja, dat kan ook bijna niet, want het is nu zo gesplitst in kamp Cruijff of kamp Jonk, Jonkind, noem maar op. In ieder geval die kant. En de kant van het technisch hart wat daarvan over is. Ja, gelukkig deze week gewoon weer voetballen. Een beetje de tendens bij Ajax is dan groot, met een grote overwinning de Eredivisie verlaten en dan weer teleurstellen in Europa. Ja. Nou, nu een grote overwinning thuis tegen Cambuur. Vliegen ze voor mij woensdag naar Glasgow. Wat verwacht je van Ajax tegen Celtic? Ja, het is een cruciale wedstrijd voor Ajax natuurlijk. En precies wat je aangeeft, dat is echt het probleem van dit jaar. Binnen de landsgrenzen gaat het eigenlijk gewoon fantastisch. Want je staat gewoon bovenaan en ook je cijfers. Je hebt verreweg het meest gescoord, je hebt verreweg het minste doelpunten tegen. Ja, die cijfers zijn natuurlijk ijzersterk. Maar zodra de weerstand hoger is en zodra Ajax over de grenzen gaat, ja, kunnen ze maar niet winnen. Ja, 1 overwinningje op Jablonec thuis door een penalty. Maar verder is het allemaal broos en valt het allemaal tegen. En je merkt ook bij de spelers zelf, die hebben dat al een paar keer ook wel aangegeven, ze hunkeren echt na een goede wedstrijd met veel weerstand en dan een goede overwinning. Nou, komende donderdag bij Celtic, ja, is daar het moment voor. Want doe je dat niet bij Celtic uitwinnen, ja, dan kun je zomaar uit de Europa League liggen. En ja, vooraf hadden ze het zelfs over de halve finale in Amsterdam. Ja, ik denk als iedereen realistisch is, dan weet je ook wel dat dat te hoog gegrepen is. Maar ja, dat je niet eens in de Europa League gaat overwinteren, dat zou eigenlijk wel een regelrechte afgang zijn voor een club van het kaliber Ajax natuurlijk. Gaat gebeuren. Ja, nieuw gaat weet gebeuren, van meer van toch? Nieuw of niet? Ja, dan... ja absoluut. Ja, ik zie Ajax daar niet winnen, nee. Ik ook niet. Maar goed, Freek... Ja, iemand hier... Freek Jansen ziet ze daar wel winnen. Ja. 2,90 bij Unibet trouwens. Nee, dat is een andere promotie. Maar ik denk dat Ajax wel zo'n ook al. Jansen, we sturen zometeen wel een factuur die kant op naar Utrecht, naar Voetbal International. Nou jongen. Als je naar volgende keer op een kruk gaat staan, dan komt dat logo in beeld. Ja, dat hij zo in zijn nek heeft, Unibet. Ja. Heel goed, jongen. Freek, dankjewel. Oh, Geert wil nog wat zeggen. Ja, we zijn ook bij Feyenoord geweest. Ik zat gezellig met Freek bij Feyenoord. Gaan we het er nog over hebben? Ja, we gaan met Johan. Johan is er ook. Oké. Nou, ik moet wel zeggen, Freek en ik, we kunnen goed met elkaar vinden, maar we hebben met hand en tand onze stoelen verdedigd, want de Telegraaf wilde ons wegsturen. Was dat weer Freek? Ja. Ja. En wat hebben jullie tegen gezegd? Ze wilden ons weg hebben, maar ja, Geert die is 4 koppen groter dan ik, dus ik ben gewoon... Maar achter Geert daar staan. Die heeft het gedaan, ja. Hij stond achter mij, over mijn schouder met zijn vingertje naar Marcel van der Kraat te wijzen. Zo van, je bent een klootzak. Hij is het. Mark zit er ook nog. Jazeker. Ja, ik zit in een hoekie. Mark zit met open mond vol voor verbazing naar je te kijken, wat je allemaal uitkraamt. Eddie ook mee? Ja, Eddie staat achter. Wie is Eddie? Ik weet Mark wel wie Eddie is. Oh, oké. Nou, of een teaser. Jongen, volgende teaser. Freek, je moet bij de tv gaan werken. Wat een niveau dus. Dankjewel, Freek. Veel plezier. Wie is Eddie? Eddie Putter. Ken je die nog? Die spits van RKC. RKC, ja. Ja, en ook op de golfbaan heb je ook... die grap wilde ik niet maken en je doet het gewoon. Ja. Eddie Putter, ja, kom op. Zullen we weer over voetbal hebben? Jij zat ook bij Feyenoord. Ja, ik heb je niet gezien, Geert. Nee, ja, hoe kun je geen nou missen? Ik zag alleen de jongens van de Telegraaf. Zat je achter Theo? Ja, klopt. Even voor de kijkers, Theo is de reus van Rotterdam, is 2,20 meter. Ja, sinds de laatste meting. Hij is nog in groei. Ja. Maar Feyenoord, ja, het was volgens Willem van Hanegem had het 8-0 moeten zijn. Eens. Misschien wel meer zelfs, 10-0. Maar wat voor wedstrijd heb je zitten kijken? Nou ja, ik ben dit seizoen bij de allereerste oefenwedstrijd van Feyenoord geweest tegen Sportclub Feyenoord. Sportclub Feyenoord die bood meer dan FC Twente. Het was niet normaal.
Dat team is zo verschrikkelijk slecht, zit helemaal niks in. En de jongen die nog kwaliteit in zich heeft, die daar rondlopen, zie je? Die stond in een spits, maar die dacht van, nou ja jongens, ik neem lekker een dag vrij, jullie zoeken het allemaal maar uit. Er komt ook een vraag binnen voor Johan. En toen was hij nog beter dan het driekwart van de spelers op het veld, zie ik. Ja, okay. Serieus. Ja. Johan, je was gisteren in de Kuip. Heb je ooit zo'n belabberde keeper live aan het werk gezien? Arme Drommel stond er vanochtend in de Telegraaf. Dat was cool. Bij die tweede van Gustafsson deed Kramer eigenlijk alles fout. Hij nam de bal verkeerd aan. Hij schoot verkeerd in. En toch presteerde de keeper nog om die bal zo het veld in te slaan. Recht voor de voeten van Gustafsson 2-0. Nee, maar, is het antwoord op deze vraag. Ja. Het was echt verschrikkelijk. Ja, maar ik Jong Oranje. Ik vond het... Nou, ik vond hem niet opvallend slecht, Drommel. Hij ging mee met heel Twente. Maar... Ja, die 2-0 was toch dramatisch? Tuurlijk was het dramatisch, maar heel Twente was niet goed. Ik zei tegen onze grote vriend... Dan ben ik even zijn naam kwijt. Freek Jansen. Ik zei tegen Freek op een gegeven moment... Hij is zo heel goed met elkaar. Zij zijn zulke goede vrienden. Sorry, Freek. Dat je dat nou bij vrouwen doet, oké. Okay, maar bij Freek Jansen? Nee, die vergeet ik de naam nooit. Nee, maar ik zei op een gegeven moment... ik zei, Freek, als je nou naar Twente kijkt... en wie moet er nou bij Twente... dat je denkt van, nou, die heeft enige ervaring... die de boel op gaat pikken. Oké, we hadden Mococcio en Gutierrez. Nou, dat zijn ook nog niet de ervaren spelers in Eredivisie. Nee. Je hebt best wel wat weg. Ziyech was dan de man, maar voor de rest... Ja, inderdaad, Sportclub Feyenoord. Ik zei, ze spelen tegen Kozakken Boys. En het gevolg was dat Feyenoord was 5-0. Dus je denkt, nou, ik ben naar Feyenoord geweest. Ik ben supporter, of mensen die supporter van Feyenoord zijn, oh, 5-0. Maar Feyenoord speelde daardoor op 60%. En heel die wedstrijd was geen reet aan. Nee. Het was echt gewoon, dan denk ik, ja... Maar ik vraag me nog af, hè, van, trainers. Als jij een trainer had, maakte het er nou uit of die een beetje uitstraling had? Dat hij goed dingen kon overbrengen op de groep? Of ging het puur om de oefeningen tijdens de trainingen? Ging het om de oefenstof? Ging het om de tactiek? Nou, Mark, wat vind jij ervan? Nou, ik denk dat het wel een wisselwerking is. Ja, kijk, trainers moeten ook een goede manager zijn, vind ik. Weet je? Dus die moeten ook een goed gevoel kunnen creëren. Naast het feit dat je geen onzin oefeningen moet doen, denk ik. Ja. Ja. Maar deze meneer zei dus tijdens de persconferentie letterlijk... Ja, het was niet best. We gaan met staart tussen de benen terug naar Enschede. Hopelijk gaat het volgende week beter. Nou ja, klinkt als wat weer dan? Ja, nou, maar daar hebben jullie wel een punt hoor. En dat heeft ene Jan Vreeman heeft dat ook een beetje. Oh, die gaat een paar weken niet goed. Nee, maar ik ken René Haken toevallig. Die heeft nog wel eens bij mij gelogeerd. Oh? Ja, dat wordt een heel bijzonder verhaal. Nee, toen ik in de Verenigde Staten speelde, ja, bij de Dayton Dutch Lions, samen met onder andere Oscar Moons. Toen hadden wij een samenwerksverband, of de club had een samenwerksverband met FC Twente. En toen kwam René Haken namens Twente bij ons even in de keuken kijken, om zo te zeggen. En ik vond dat een hele bijzondere trainer was, een hele mooie manier van voetbal, over voetbal praat. Veel met hem over voetbal gesproken, want hij is op een paar dagen mij in het appartement. Alleen, ja, hij mist natuurlijk wel een beetje... De flair van een coach die ook, ja, die onderaan staat. En die dan nog wel er wat leuks van maakt. Hè, in een persconferentie of voor de groep. Ja, maar de persconferentie vind ik niet zo relevant eigenlijk. Nee, nee, maar ook daar... Juist, dat vind ik heel belangrijk. Nee, maar ik noem het bewust alle twee. Ook naar buiten toe, naar supporters toe, naar media toe. Denk ik dat het belangrijk is dat je nog steeds een goed verhaal kan maken. En dat je ook nog een goede, gezonde dosis humor heeft. Vreeman en Haken samen in een komisch duo. Nou ja, we moeten wel... Dat gaat wel een dingetje worden. Maar goed, ik ben niet het grootste tactische wonder, maar laten we zeggen, in zo'n elftal spelen, zeg maar, zo'n valse spits die eigenlijk geen spits is. Dat werkt toch alleen als je echt een dusdanig goed team hebt met een dusdanig goed middenveld die allemaal elkaar positie over kunnen nemen. Dan kan dat toch? Laten we zeggen, echt bij hele hoge uitzondering. Maar je kan toch niet Ziyech in de spits zetten in een niet draaiend elftal? Nou ja, ik weet ook niet wat het idee daarachter was. Maar misschien kunnen we het vragen aan de Twente-watcher van de Tubantia. Vardo Wagenaar. Vardo, goedenavond. 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 Hoorde je een beetje de vraag wat Jean-Paul zei? Ja, ik kreeg een klein beetje mee, maar ik zit er nog maar net. Dus even opnieuw alsjeblieft. Wat was eigenlijk nou het idee om met deze opstelling naar Rotterdam af te reizen gisteren? Ja, wat is het idee? Wat heeft Twente nog meer te kiezen dan? De twist was dat Ziyech op middenveld moest spelen, maar die speelde nu in de punt. Waarom dat? Had je Ziyech niet meer op middenveld nodig? Dat was het verhaal.
omdat er geen betere opties waren. Je hebt eigenlijk, kijk, Olaitan die valt de hele tijd tegen als spits. En ook Oosterwijk, die heeft eigenlijk te weinig ervaring. En die heeft het niveau ook nog niet. Dus hebben zij gedacht, van, ja, Ziyech, die kun je natuurlijk op zich overal inzetten. Althans, dat hebben ze gedacht. Ja. En ze moeten een oplossing vinden. Ze moesten iets doorbreken. Maar goed, dat viel dan totaal verkeerd. En wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon vrij dramatisch natuurlijk wat daar gebeurd is gisteren. Ja, want dat vind ik ook opvallend. Gisteren in de opstelling, die achterhoede, uit mijn hoofd 19,8 jaar gemiddeld, als ik het goed zeg. Ja, Pete Bijen is opeens een verdette en de jongen begint net. Dus het is natuurlijk een tragische constatering. Ja, maar hoe gaat zo'n jong team zich wapenen in de strijd tegen degradatie? Ja, niet, denk ik. Niet. Nee, ja, het is gewoon een heel moeilijk verhaal. Kijk, in de winterstop zullen ze actie moeten ondernemen. En kijk, zo'n jongen als Gutierrez, die op het middenveld toch eigenlijk de kar zou moeten trekken, die bakt er ook niks van. En dat soort jongens moeten nu toch wel op gaan staan. En weet je, het is gewoon echt een heel lastig verhaal, hè? Want ik bedoel, jij noemt mij Twente-watcher. Ik ben natuurlijk vooral bij Heracles. En vorig jaar was Heracles soms ook op dit niveau. Je trekt de handen nu al van Twente, hè? Hoor je het? Ja. Ja. Heracles gaat goed. Hey, Twente! Ze wil de vrijdagavond vrij houden. Ga door, Fardo. Zal ik jou nog een klein behangetje van Heracles sturen? Ja. Die grap maak ik natuurlijk ook steeds. Maar even, ik wou het als voorbeeld geven. Ja. Ja, bij Heracles zag je wel dat er uiteindelijk nog rek in die ploeg zat. Dat er ook wel, er waren ook volwassen jongens die uiteindelijk het wel voor elkaar kregen om de tenten daar, hè, of om de ploeg aan het draaien te krijgen. En bij Twente zie je gewoon een gebrek aan ervaring, een gebrek aan, ja, aan jongens die de team gewoon kunnen voortstuwen. Ja, maar wie moeten we dat verwijten? Is toch de leiding van FC Twente of niet? Ja, het is de erfenis natuurlijk van wat er de voorgaande jaren allemaal is gebeurd. Ik vind niet dat je René Haken dit nu aan kunt rekenen. Zeker niet, nee. Maar Fardau, dat is misschien wel. Je geeft het voorbeeld met Heracles vorig jaar. 7 gespeeld, 0. Trainer aan de kant, komt Stegenman voor de groep. Een man die missie heeft om het team in de Eredivisie te houden. Nu Schreuder naar 4 wedstrijden weg. Zetten ze Haken voor de groep. Eerst tijdelijk, mag nu het seizoen afmaken. Maar is hij wel de man met een missie die FC Twente in de Eredivisie gaat houden? Maar zag jij dat, had jij vorig jaar het gevoel dat Stegenman het ook meteen had dan? Kijk, want ik vind het heel lastig. Kijk, met Stegenman pakt het gewoon goed uit. Ja. Hij bleek het aan te kunnen. En bij Haken, hij komt in een hele moeilijke situatie. Twente is natuurlijk wel een grotere club. Er speelt ongelooflijk veel. Kijk, ik vind namelijk wel dat zoals wat de vorige jaren gebeurd is met Munsterman en het gooien met geld en alles kon. En nu kan helemaal niks meer. Kijk, Haken moet daarmee dealen. Snap je? Bij Heracles hadden ze wel een ploeg gewoon, denk ik, op dat moment al, die er beter voor stond. Precies. Ja, maar dan Haken is wel eens bij Geert blijven logeren. Het was een hele aardige man, maar niet heel erg boeiend, hè? Dat was ook meer het verhaal. Nee, hij mist wat flair. Hij mist wat flair, maar dat was een beetje mijn vraag aan jou. Moet je niet iemand hebben die echt die uitstraling heeft en die ploeg daar ergens naartoe krijgt waar hij het wil hebben? Of zien wij René Haken gewoon niet zo op die manier? Misschien is hij wel zo. Hoeveel trainers hebben de flair dan, Geert? Ik moet zeggen, ik vind heel veel trainers heel erg saai. Op dat betreft zijn we het met elkaar eens. Maar ik ga toch het voorbeeld geven van Jan Vreeman en René Haken. Dat als je die naast Sean van der Brom zet en Henk de Jong, om even een voorbeeld te geven, vind ik dat ze sowieso meer te melden hebben, denk ik, naar een groep en voor in de pers dan die twee. Ik heb ook gesprekken met René Haken gehad en ik vond het ook alweer een verademing. Want hij wil wel gewoon eerlijk zeggen, weet je, hoe hij gaat spelen, wat hij gaat doen, waar hij over twijfelt. Het is gewoon een hele doodnormale vent eigenlijk, hè? En ik bedoel, kijk, Alfred Schreuder was ook niet de meest flamboyante trainer die Twente was. Jouw vriend, toch? Wat zeg je? Was jouw vriend. Nee, wacht even. Dat lijkt nu zo, is niet zo. Want ik gunde Alfred ook het beste. Soms merk je gewoon dat het niet meer langer gaat. Ja. Haken de juiste persoon is. Kijk, ergens denk ik ook dat iedereen liever had gezien dat Fred Rutte was teruggekeerd. Of dat Gert-Jan Verbeek misschien nu al, weet je, deze kant op had kunnen komen. Nu al, ik neem een voorschot op volgend jaar. Maar aan de andere kant, er is geen geld. Ze moeten wat. Ja, dadelijk speel je in de Jupiler League. Het zou kunnen. Ja. Oh, Johan, ja, ik zie je. Ja, hoi. Maar dat zou inderdaad kunnen. En wat je net zegt, Heracles had vorig jaar bij die 7 gespeeld 0 een beter team dat Twente op dit moment heeft.
Dus ik vond het niet gek dat Heracles uiteindelijk wel geen punten pakken. En mensen hebben ook medelijden inmiddels met Twente. Dat is ook nooit goed natuurlijk. Nee. Er was in het begin nog wel wat vermaak over, maar nu vindt iedereen het gewoon vervelend dat het zo slecht gaat met ze. Ja. Misschien niet bij Heracles. Als zelfs Dirk Kuyt medelijden met je heeft, zag ik. Hey, ja, en Elia met die tweet. Varda, wat ik ook heel erg vond, er stond vandaag één supporter bij het trainingsveld. Die was toch nog maar komen kijken, maar ze waren er niet. Ze hebben vandaag niet uitgelopen. Wat vind je erger? Dat die ene supporter niet is ingelegd? Nou, dat de ene supporter toch nog denkt, ik ga die jongens een hart onder de riem steken. En die gaat dan is er geen training. Ja, wat jullie net ook zeiden, van aan het begin was de vermaak. Omdat het megalomane Twente toch steeds verder afgeleed. Maar nu is het gewoon vooral heel triest. Want je wil gewoon niet dat zo'n team en zo'n club volgend jaar in de eerste divisie speelt. En je wil ook niet dat het zo slecht gaat. En het ergste vind ik gewoon dat de mensen die weg zijn nu zeggen van, nou, kijken wat een zootje ze ervan maken. Maar de mensen die nu zitten hebben echt gewoon puur te maken met de erfenis van mensen die vertrokken zijn. Of die moesten vertrekken, zoals Münsterman. Goed. Zo'n wedstrijd voetballen is ook niet leuk. Ook voor Feyenoord niet gisteren. Nee. Nou, ja, hoezo niet? Voor Kramer wel. Nee, nou, ik vond het leuk voor Kramer. Maar ik zou als voetballer zo'n wedstrijd is leuk als je hem wint. Maar dan zou ik naar huis gaan en denk, ja, dat heb ik eigenlijk gedaan vandaag. Ja. We hebben tegen de jongetjes gevoetbald. Tegen de B1. Goed. Vardo, dankjewel. En sterkte daar met de mensen in Enschede. Ik ben zaterdag wordt het jubileumboek 50 jaar SC Twente gepresenteerd. Daar ben ik een verhaal over aan het maken. Veel plezier, veel succes. Ik denk dat iedereen zich daar helemaal vol giet. En dankjewel Vardo. Tot snel. Doeg. Hoi. Nou, het is een verhaal daar. Onze stagiair die zegt ook al een paar dagen niks meer. Die is voor FC Twente. Oef. Ja, arme jongen. Mark, ik had gehoord dat je had geoefend op de quiz. Zeker, hele weekend gestudeerd. Oké, laten we dan... Johan zit ernaast. Johan is niet zo goed in quiz. Laten we even kijken naar de quizvraag van vorige week. Welke club leverde als enige een topscorer in Eredivisie, Eerste Divisie en Tweede Divisie? Mark, wat denk je? je hebt gestudeerd. Je hebt er van de week tegen gespeeld. Als in gisteren. Tenminste, dat was mijn antwoord. Goh, jij bent ook wel goed in hintsgeven, zeg. Ja, nee, maar ja, ik kan hem nog een minuut laten denken. Maar tweede divisie, toen waren we trouwens alle twee nog niet geboren. Maar ik denk dat het NEC is. Zullen we het onthullen? Ja, laten we maar onthullen. Peter? Oké. Ik denk dat je het antwoord is NEC. Laten we kijken naar de winnaar. Ja hoor. Oh, oh. Ja. Hey, Marco Pantelis. Even serieus, jongens. Jongens, waar hebben jullie... Kan die foto hebben? Dit is gewoon een gordijn. Ja. Dit is gewoon een gordijn. En een tafelkleed in de nek. Geert Gordijn. Weet je wat het erg is? Het is niet gefotoshopt. Nee, dat zien we hoor. Wat is dit? Ik een moeilijke fotoshoot of zo? Een modeblaadje. Nou, dit is voor het stadhuis van Rotterdam. Dus wel, dat weet ik nog wel. Staat hij nog achter je of sta je voor een spiegel? Jongens, dit was 2006, hè? Dus mogen we even 9 jaar terug. Tegen de bijkomen. Maar je hebt een voetbalcultuurshirt gewonnen, jongen. Gefeliciteerd. Maar wacht even. Je moet ook even je mentions kijken op Twitter, want we hebben dat Albert Heijn filmpje ook opgedoken inmiddels. Dus, maar gefeliciteerd, Gert. Je mag een voetbalculture shirt krijgen toegestuurd. Dan de vraag van deze week en die luidt als volgt. Mag ik nu niet meer meedoen? Je mag nog steeds een antwoord geven. Je hebt het vaker fout gehad dan goed. Dus in welk jaar won Oranje voor het laatst in Interland? Hoewel het een rode kaart kreeg. Mark. In welk jaar won Oranje voor het laatst in Interland? Ja, hoewel het een rode kaart kreeg in die wedstrijd. Ondanks. Ja. Nou, ik zit wel even te denken, terwijl Mark ook nadenkt. 98, Arthur Newman. Nou, nee, misschien was de wedstrijd wel dat Heitinga of... Ja, dat was de WK-finale. Ja, maar die wonnen ze niet, hè? Nee. Tsjechië wonnen ze ook niet, 2004. Kreeg Heitinga ook rood. Kluivert, 98. Portugal wonnen ze ook niet. Sean, heb jij een idee? Portugal wonnen ze ook niet, nee. Nou, ik heb weinig idee, moet ik zeggen. Ja, de Interland laatste minuut iets. Nee. Ik ga voor Arthur Newman, 98. Arthur Newman, Jean-Paul? Argentinië, 98. Hebben we jouw maatje eigenlijk? Wat zeg je? Shirt? Ja, 116. Ja, die worden voor mij speciaal gemaakt. Mochten jullie het antwoord weten of jullie denken dat Jean-Paul gelijk heeft, hashtag FC Afkicken met het goede antwoord en dan maak je kans op een voetbalculture shirt. Mark, wat is je band met Frans van Zeumeren? Mijn band? Daar horen wij niet meer over trouwens. Over Frans van Zeumeren de laatste tijd. Dat denk ik niet. Nou, de laatste tijd vind ik, maar oké. Okay. Hij was de laatste tijd even, omdat hij was niet helemaal eens met de spreekwoorden die af en toe tegen horen komen bij ons in het stadion. En dat hij er wel mee wilde stoppen, zeg maar. Nou ja, goed. Spreek je hem veel? Nee, we spreken hem niet zo heel veel. Nee, hij heeft ook voor mij ook bewust een stapje terug gedaan. In het begin was hij heel erg actief bezig en dan kwam hij ook wel eens bij ons met trainingscomplex.
Maar langzaamaan heeft hij volgens mij Wilco een beetje, Wilco van Schaik, naar voren geduwd. En hij zelf een beetje naar de achtergrond. Dus we komen wel eens tegen op kwartaalborrels of dat soort dingen. Dan geef je hem een hand en dan pakt hij even stevig vast. En dan ja, heeft zulke klauwen. Dus ja, ja, dan kan je ook niet ik doorlopen. Ik breng bijna mijn hand, zeg maar, weet je. Dus nee, goed, wij zien hem eigenlijk niet zo heel erg veel. Nou, jij zegt, je hoort niet zoveel. Hij heeft vorige week geroepen, als het niet verandert het gedrag van supporters bij FC Utrecht, dan trek ik mijn handen van de club af. Ja, maar ik bedoel, er was sinds lange tijd dat we weer... Maar dat is toch een beetje iets van de orde. Ik bedoel, nou, je hebt die spreekoren gehad tegen Ajax vorig jaar. Toen is de Bunningside door de KVB is gezegd van, nou, er mag niemand opstaan voor die wedstrijd. En heeft Utrecht dus, nou, wat onder zijn verantwoordelijkheid valt in principe, want het is zijn club, heeft gezegd van, nou, al die mensen krijgen een ander plekje in het stadion. En nu zeggen van, ja, spreekoren, dat, ja, ik vind het een beetje hypocriet. Nou, ik was juist wel blij dat er eindelijk iemand van Utrecht iets zei. Want het bestuur heeft zich natuurlijk maar volledig staat toch belachelijk haaks, gemaakt. Ja, maar ja, hij staat toch boven het bestuur? Nee, ik snap wel wat Jean-Paul bedoelt. Het is goed dat hij dit nu zegt. Nee, absoluut. Maar zijn actie met FC Utrecht Ajax, die wedstrijd die over twee weken wordt gespeeld. Ja. Ja, dat is haaks op de woorden dat hij nu zegt. Ja, dat klopt. Het was ook een belachelijke actie om maar te zeggen van, oh jongens, we kunnen de daders niet vinden. We gooien iedereen door het stadion op een andere plek. Zodat de burgemeester ook nog zegt van, oké, het uitvak blijft leeg. Ja, dat is echt een schandalige beslissing. Dat slaat helemaal nergens op. Johan, weet jij dat Mark van der Maro ooit verantwoordelijk is geweest voor spreekoren richting Nijhuis? Vertel. Ja, ik werd als aanstichter benoemd. Hè, door, Frits Barend heeft ooit in zijn column op Helden geschreven dat Mark van der Maro, die pakte toen in een tijdsbestek van 10 minuten 2 keer geel. Ja. En dat hij het publiek had opgehitst tegen Nijhuis. En dat hij zich moest schamen dat hij zo het publiek allemaal spreekoren richting Nijhuis had laten roepen. En hoe deed je dat? Gewoon puur overtredingen? Dat ja, door overtredingen en een beetje protesteren tegen de scheidsrechter. Dat zorgde ervoor dat het publiek helemaal losging. Wat dacht je toen je die column las? Oh ja, ik zag het voorbij komen. En ja, goed, ik vond het een beetje overdreven wat hij zei. En heel goed, hij heeft natuurlijk een punt. Dit was voor mij heel stom. Ik pakte binnen 25 minuten mijn tweede gele kaart, penalty 2-0. Ja, dan is de wedstrijd over tegen PSV, zeg maar. Weet je, dus dat weet ik zelf ook donders goed. Jeroen Verhoeven stond bij ons in de goal en ja, die kreeg volgens mij 5 of 6 tegen die wedstrijd. Ja, dus het is gewoon kloot. Maar ja, hij vond het nodig om te zeggen dat ik schandalig bezig was door nog even te protesteren. Terwijl na die rode kaart, ik zei even nee, ik raak hem niet. En toen gaf hij die rode kaart, wist ik genoeg, dus dan loop ik weg. Frits Baart is ook snel verontwaardigd. Ja. Een hele gevoelige jongen is dat. Ja, die is snel boos. Ja, maar voor mij is ook raar natuurlijk. Nee, maar net op... We hebben die beelden ook teruggekeken gisteren. Ja. Naar aanleiding van die column. En ik heb nog nooit iemand zo snel en zo rustig naar binnen zien lopen. Nee, ja, hij greep daarna. Toen wist ik al dat ik weg moest lopen. Toen was jij publiek aan het ophutsen langs de zijlijn. Daarna nog even stiekem in de Ik moet ook zeggen, ik zat op de tribune en ik zag Mark dat doen. En toen ben ik natuurlijk helemaal losgegaan. Dat snap je wel. Heb je Frits Baart ook nog even een sein gegeven? Ja, nee, uiteraard. Ik ben de moeilijkste niet. Nee, maar ik vond het een beetje raar om te lezen. Maar goed, jij bent oud voetballer. Denk je dat je... Ja, je hebt het natuurlijk wel in je macht als je daadwerkelijk zo gaat staan bij het publiek. Maar dat een publiek, zeker in Utrecht, waar ze nogal van de spreekoren zijn... Ja, maar laat maar ook niet doen alsof het hele stadion bij Utrecht... Nee, maar ik bedoel... Mag ik mezelf even verdedigen hier? Oké, okay, jij hebt nooit meegezongen? Nee, ik heb nooit meegezongen, nee. Oké. Okay. Nee, maar kijk, je kan als speler absoluut het publiek beïnvloeden op een positieve, op een negatieve manier. Maar de teksten die het publiek vanaf de tribune daar ben je niet verantwoordelijk voor als speler. Nee. Tenzij ze met een megafoon ervoor gaat staan en dat ze je naam moeten zingen. Ja. Dat soort spelers hebben we ook gezien in het verleden natuurlijk. Ja, bij een overwinning. Maar wat ik interessant vond, er wordt nu heel veel over Utrecht gezegd. Het is zoveel professioneler nu onder Erik ten Hag. Is dat zo? Is het nu professioneler dan bijvoorbeeld vorig jaar? Er komt hier ook een tweet overheen, Barry Helsloot, dat het nu zo professioneel is. Was het voorheen dan zo'n chaos? Ja, dat is dat. Dan ben je dan geneigd om te zeggen, om te denken in ieder geval. Nou, dat is niet het geval, vind ik. Alleen, ja goed, dus we hebben Zouderbalg hebben we verbouwd, zeg maar. En daar is ook al genoeg over gezegd en geschreven. Maar het gaat er wel anders aan toe, zeg maar. Erik ten Hag die heeft bij PSV in de keuken gekeken, bij Twente in de keuken gekeken, bij München. Dus ja, die heeft niet met de minste mensen gewerkt, denk ik. Ja, goed, en die pakt het anders aan. En we hebben voorheen trainers gehad, Robbie Alphen, Jan Wouters, over dat, zeg maar, het managen, het goede gevoel probeert te creëren. Ja, dit is iets anders. Deze is misschien iets, Erik is misschien iets zakelijker, zeg maar, erin. En iets anders in de benadering. Ja, goed, dat kan, weet je. En om het nou direct allemaal professioneler te noemen en alles, ja, dat...
Dat vind ik altijd wel een beetje overtrokken, zeg maar. Ja, nee, dat zijn de verhalen. Zijn bijnaam is nu Pep, horen we. Ja, nou, die vergelijking is ook snel getrokken, zeg maar, weet je, met, okay. met de Haardracht en bij München mm-hmm. in het verleden. Ja, goed. Maar jullie moeten harder trainen, klopt dat? Nou, dat valt ook wel mee. Ja. Nee, het gaat er niet harder aan toe dan in de voorgaande jaren? Nee, we doen het wat anders, zeg maar. Maar elke trainer heeft zijn eigen aanpak, zeg maar, weet je. Onder Robbie Alve hebben we ook echt hard getraind. Dus ja, nu, dat is altijd mooi in de media hoe dat wordt neergezet. Ja, we trainen nu harder. Want hij heeft bij betere organisaties gewerkt. Nou, dat valt allemaal mee. Klopt het dat hij een trainer is die heel veel hamert op herhalen? Ja, dat klopt. En dat er ook wel spelers hebben gezegd, nou, het is wel een beetje saai. Ja, nou, maar dat mag toch ook? Nee, ja. Maar dat ben ik benieuwd. Nou ja, goed, kijk, ik ben vroeger voetbal gegaan omdat ik het spelletje leuk vond, zeg maar, weet je. Dus lekker partijtjes spelen. Nou goed, dat is vroeger, maar dat is nu niet meer. Ja, je moet nu, tactiek is nu tegenwoordig, is dat ook heel erg belangrijk. Standaard situaties worden ook steeds belangrijker. Dus ja, daar trainen we veel op en ja, daardoor sta je wel eens stil. En dat is in deze komende tijd, is dat een stuk minder leuk dan in de zomer, zeg maar. Ja, goed, en ja, natuurlijk, er is ook in de media is ook een verhaal terechtgekomen, maar zo extreem is het dan niet. Hè? Je bent niet naar de trainer gaan en zo trainen. Die trainers zijn zo saai, kunnen we niet wat leuks gaan doen? Nou ja, af en toe geef je toch ook wel eens aan. Kijk, dit is ook, misschien zijn het eerste jaar, zeg maar, in de visie. Dus, en er lopen een paar jongens bij ons rond die ook zeggen van ja, weet je, die hebben ook wat nodig meegemaakt. Dus jij, je gaat toch met elkaar gewoon normaal in overleg en... Maar daarbij hebben we geen kritiek op zijn aanpak, zeg maar. Nee, we geven ook ons mening en dat kan en in een goede verstand daarom. Wat zegt hij dan? Goed, ik luister ernaar en ik ga er wat mee doen. Nou, hij zegt bek houden, gewoon trainen en stilstaan. Dat is eigenlijk alleen wat hij zegt. Ja, het is ook altijd de toon die de muziek maakt. Maar ik denk ook dat we de laatste aantal jaren en nu ook zien. Ik denk dat dit een trainer is van de nieuwe stempel. Want? Dus, nou, de manier hoe hij wedstrijden benadert, hoe hij cijfers geeft aan, net die ranking die jij net, die performance league. Die performance league waar hij mee bezig is. En zo zijn er heel veel trainers die daarmee werken, met cijfers en dergelijke. En ik denk dat langzaamaan de trainers die niet met al die data vroeger gewerkt hebben en die zelf ook daar moeten innoveren. Kijk naar de, grote trainers van Manchester United. Als je kijkt naar Ferguson, die in 85 geloof ik begonnen is bij United. En constant blijven innoveren. Hè, dat is een voorbeeld van een trainer, een manager die constant blijven innoveren. Ja, de trainers die dat niet doen, die gaan een beetje afhaken. En spelers zullen ook aan moeten wennen dat er steeds meer gevraagd wordt. Er is meer concurrentie, er is meer geld te verdelen. De spoeling wordt dunner. Dus ik denk dat we er allemaal aan moeten wennen dat het allemaal wat anders gaat dan dat het toen ik begon met voetballen. Ja. Ik denk dat het ook voor jullie vooral wennen is dat hij een totaal ander systeem met jullie wilde gaan spelen. Voor mij zijn, als ik het goed heb, het seizoen begonnen in het 3-5-2. Ja, 3-5-2, 5-2. Ja, je kan net zeggen wat je wilt, zeg maar. Ja, we spelen iets anders, maar nu spelen we gewoon 4-4-2. Ja. Ja, want waarom is dat? Waarom we nu 4-4-2 spelen? Ja. Goed, dat had op een gegeven moment ook met de poppetjes te maken. Christian Koem raakte geblesseerd. Ja, daardoor kreeg Rico Strieder, die uit Duitsland komt, kreeg zijn kans. Ja, goed, die staat nu bij ons voor de verdediging. Ja, goed, dat is eigenlijk gewoon tactisch. En op een gegeven moment speelde tegen Vitesse thuis. En toen, dat was denk ik een van onze beste wedstrijden. Ja. Ja, goed, dus sindsdien is het niet veranderd geweest. Nee. Doe je veel zelf met statistieken? Nou, ik kijk er wel eens naar. Ik vind het wel interessant, maar de statistiek wil ook niet alles zeggen. Oké. Okay. Ja, ik wilde deze even nog eerst aan je vragen en dan aan je laten zien. Je kan nu het antwoord zelf zeggen. Wat mij opviel, ik heb je deze statistiek opgezocht over je. Dat is dit seizoen van jou. Is het aantal duels dat je wint? 46%. Dat is een beetje weinig voor een verdediger. Ja, maar vergeleken met andere... En deze statistiek is ook interessant. Total defensive errors, 0. Ja. Ja, ik maak volgens mij... Ja, dat is dus niet, dat is geen overtreding, zeg maar, neem ik aan. Nee. Het is echt een fout waar, denk ik, waar een doelpunt uitkomt. Ja, dus een strafschop. Dat is goed, ja. Dit zegt gewoon eigenlijk dat ik gewoon eigenlijk altijd goed opgesteld sta. Dus niet in duel kom. Ja. Nee, er zijn maar voor mij 3 of 4 verdedigers die... In eerste instantie keken we natuurlijk als rechtsback. Je hebt dit jaar natuurlijk ook 1 van die 3 gespeeld. Ja. Voor mij alleen Hateboer, Tete en Arias die boven de 50% scoren. Okay. En de average pass length, dat is 22 meter. En dan zien we vooral dat je passes, de general passes, die komen over het algemeen al aan. Maar je lange passes, dat is toch iets minder. Die afstemming... Ja, kijk, hier zien we het. Ja. Wat krijg je mee als taak?
Ja, wat, dat, ja, ik merk heel veel kritiek, zeg maar, ook op het spel. Dat het vaak tikkie breed is. En, kijk, aan de ene zijde kan ik dat begrijpen. Maar goed, wij willen ook controle hebben, zeg maar, weet je. Dus dat houdt in dat je niet blind naar voren gaat en dan zo alleen maar een lange bal. Het is geen kick and rush meer, zeg maar, weet je. Nee. Het is veel meer gebaseerd op controle. Dus ja, dan haal je hem toch weer af. En wij hebben een systeem vaak met dus die kostieren die erin uitzakt. En dan eigenlijk de ene kant op te zoeken. Ja, ik moet niet te veel tactisch, maar ja, goed. En dan volgens zeg maar dusdanig verkant wisselen dat je op een gegeven moment een opening hebt. Ja. Dat is eigenlijk het spel. Dus een dribbel in. En die hoeft dan niet een lange bal te geven. Dus ik wil vaak liefst mijn middenvelder aan de ballen. Want die is beter in balbezit dan ik ben. Ja. Barcelona is wel ook geen lange ballen. Wat zeg je? Barcelona, nee, maar het viel mij op van zijn lange ballen hier. Zijn passing heel goed is 82%. Maar zijn lange ballen... Neem aan dat je dan snel... Als je een lange bal zoekt, dat je Haller zoekt. Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon blind en dan... valt dat je eigenlijk nog mee dat ja. Dat zoveel goed aankomen. Ja, dat valt eigenlijk wel mee, ja. Nee, ja, goed, ik weet niet voor wat ik moet zeggen. Kijk, als wij lange bal zou ook misschien dat ik hem weg moet werken, zeg maar. Ja, dat is vaak ongecontroleerd. Ja. Merk je dat je onder deze trainer beter wordt, trouwens? Nou ja, goed. Ja, eigenlijk wel, ja. Waarin merk je dat? Nou ja, ik vind dat hij heel veel eisend is en constant hamert op je fouten, zeg maar, weet je. Dus... En ook wel positieve dingen, maar je krijgt bijna stevast. Kijk, bijvoorbeeld tegen PSV, had ik ook een paar mindere momenten. Ja, goed, dan heb ik deze week gelijk te zien gekregen. Ja, hier, dit en dit, daar moet je zo staan. Daar moet je balbezit die keuze maken. Ja, goed, dus het houdt je scherp en het zorgt ervoor dat je ja, gewoon scherp moet blijven. En daarom merk ik ook aan mezelf dat ik me ontwikkel gewoon. Wat vind je van voetballers die zeggen van statistieken, daar heb ik niks mee, het is allemaal een gevoel en statistieken is onzin? Ja, dat vind ik wel heel makkelijk. Ja, kijk, statistieken zeggen echt wel... Onprofessioneel? Sorry? Vind je dat onprofessioneel? Nou, ik denk echt dat statistieken ook wel wat zeggen over. Kijk, ik bedoel... mijn gevoel kan het ene zeggen, maar als ik 10% van mijn duels win op basis van statistieken en ik vind zelf ja, dat ik een fantastische mandekker ben, ja, dan klopt er iets niet. Dus vaak is zelfbeeld sowieso nogal een gevoelig iets, zeg maar, in de voetballerij. Ja. Niet alleen in de voetballerij. Nee, er zijn weinig spiegels, zeg maar, die goed staan. Die volgens mij überhaupt al een spiegel hebben, zeg maar. Nee, goed, de statistieken, dat zegt veel. Maar lang niet alles, maar het zegt veel. Ik begrijp ook niet dat ik niet in Nederland zelf gespeeld heb. Maar, ja. Maar vind je dit ook lekker te spelen? Heb, als ik, nou, ja, je hebt natuurlijk altijd, eigenlijk vanaf je debuut heb je altijd rechtsback gespeeld. Ook wel eens linksback. Maar, en nu speel je in het centrum. Vind je dat lekker te voetballen? Of heb je toch zoiets van, had mij maar rechtsback gelaten? Dan kan je natuurlijk veel meer drang naar voren, veel meer mogelijkheid. Ja, klopt. Nee, ik vind het eigenlijk wel prettig. Ja. Ja, ik heb vroeger eigenlijk altijd centraal gespeeld. Alleen... ja, ik ben niet de langste, dus wat dat betreft dan ga je snel naar de zijkant. En daar kan ik lekker mijn ei kwijt naar voren toe, meer energie drinken. En nu moet je iets gereserveerder spelen. Maar ik vind het wel prettig, omdat ik wil ook het team graag goed neerzetten in de coaching. Centraal kan dat beter dan de rechtsback. Maar ik mag toch hopen dat voetbalkijkend en voetballiefhebbend Nederland er toch wel achter is wat de relevantie van de cijfers is. Jullie zijn de vertegenwoordigers hier in Nederland van de grote Amerikaanse sporten. Waar spelers niet anders dan op cijfers bijna worden binnengehaald. Er zijn nog genoeg voetballers die niks met expected goals te maken willen hebben. Of iets dergelijks. Nee, maar... Maar het is ook pas een item nu, hè? Ja, maar de cijfers die ik nu hier voorbij zie komen, van het voorbeeld van Mark bijvoorbeeld. Nou, ik had dat graag gehad in mijn tijd. Ja. He? Als ik nu zou weten dat mijn ingooi niet zo goed was, nou dan zou ik daar toch wel op gaan trainen. Ja, dus sommige statistieken heb je ook gewoon helemaal niks. Volgens mij was het tijdens het WK kwam er een statistiekje voorbij van Stefan de Vrij heeft de meeste passes van alle verdedigers gegeven. Maar die speelde alleen 1 meter naar rechts en 1 meter naar rechts. Dat is inderdaad ook geen relevante statistiek. Nee. Het is meer van, komt die bal aan? Hè? Dat soort dingen. Je kan natuurlijk altijd niet altijd meten of de tegenstander in de buurt zijn, maar basis vooruit. Als spits, korte in een bepaald gebied van het veld. Je kan een veld verdelen over 2 vakken. Kijk naar Bayern München. Die trainen op een veld. Er staan geloof ik 125.000 vakken. 5 vakken. Half spaces. Ja. Maar goed, Mark. Lekker dat je jezelf nog ontwikkelt. Want je contract loopt af. Dus dat is lekker volgend jaar een stapje maken. Betere voetballer geworden. Waar speel je volgend seizoen? Waar wil je volgend jaar spelen? Ja, eerlijk is, ik zit goed bij Utrecht, weet je. Dus wat dat betreft...
ja, ik ben denk ik vrij realistisch. Weet je? Ik zie dat heel veel clubs of heel veel jongens de gok wagen om zeg maar niet te verlengen. Om vervolgens niet zomaar aan een mooie club te komen. En ik vind Utrecht een fantastische club. Dus ja, ik weet wat ik heb, zeg maar. Dus ja, het klinkt allemaal heel politiek correct, maar ik zit echt nog heel erg in... Dus jij blijft gewoon bij Utrecht. Je wordt gewoon Mr. Utrecht. Nieuwe. Nou, we hebben er een paar rond. Ja, maar als je, het zou mooi zijn in deze tijd, een jongen. Nou, een beetje de nieuwe Stijn Vreven. Hij is wel een stuk knapper dan Stijn Vreven, maar... Dank je. Over knappe jongens gesproken. Wie is je knapste team? Nee, wie is je knapste team groot? Ruud Boijmans heeft... Ruud Boijmans niet in ieder geval. Ruud Boijmans niet, maar hij heeft wel een leuke... Lekker een beetje Lange Frans zo. Hij had een vraag. Hij wilde per se deze vraag aan je stellen. Ah, dus laat me horen, Ruud. Hey Marel, ik heb een vraagje voor je. Heb je ooit eens een keer een tinderdate gehad? Dat klinkt als een vraag waar hij er zit een heel goed verhaal achter. Ja. Wij kregen hem binnen vandaag. Dacht, nou, die hier moet toch een goed verhaal achter zitten. Ik ga even zitten. Ja, zo. Ik ook. Nou, kom maar, Mark. Nou ja, hij was eigenlijk altijd heel erg aan het opscheppen over zijn Tinder-dates. Ja. Weet je, en daar pakte ik hem eigenlijk altijd mee. En nu, wat hij nu wil creëren is dat hij mij wil terugpakken op Tinder, zeg maar. Maar hoe pakt hij hem dan? Nou, ik ging natuurlijk overal nergens zeggen van... Hey, dat doet je nog lekker op Tinder, weet je, in de kleedkamer. Maar ook, ik ga ook privé met hem om, zeg maar. Dus daar, waar zijn ouders bij zijn. En... Precies, ja. Weet je, en nu wil hij het lekker omdraaien onder mij hier op deze manier. Oh, maar hij had me stiekem al gewaarschuwd, maar op deze manier had ik hem nog niet echt aan zien komen. Maar dat is niet een hele goede anekdote? Mag ook een anekdote zijn over de Tinder-date van Ruud Boijmans, om hem nu terug te pakken? Nee, eigenlijk... Krijgt hij een kegel om? In de hoeveelheid, zeg maar, waarin hij deed, zeg maar. Dat is het mooie verhaal. Okay. Oh, dan houdt hij nou een kegel van mooie vrouwen. Dat zijn ook. Nee, maar hij was er vroeg bij, dus hij had er nog wel, zeg maar. Heeft hij nou morgen een doodschap op de training? Hij traint nog niet. Hij traint nog niet. Maar als je de statistieken van zijn Tinder-matches succesvol, niet succesvol... of naar je eigen statistieken... Nee, ik ben niet zo van de statistieken. Heel goed antwoord. Laten we verder gaan over voetbal. Het laatste meisje waar hij mee was van mijn Tinder, was heel erg leuk. Wie? Mark? Ja. Oh. Dus gewoon een compliment, hè? Oké, dat kan. Zomaar eventjes. Dat heb je ook in je gid. Ja. Zeker. Maar jongens, het is 2015. Nieuws, iedereen heeft Tinder, toch? Ja, laten we... Wij allemaal niet, maar jij Benitez wel. Mag blijven. Oh, nieuws. Nou, ja. Benitez mag Peter blijven. Peter wil even Benitez nieuws. Nee, kom maar. Benitez mag blijven, ik zei het net al. Oh, Benitez mag blijven. Dus waar gaat Ronaldo naartoe? Manchester United. Jongens, hebben we die wedstrijd gezien? Gaan we het daar nou nog over hebben? Straks, maar dat ga ik straks vertellen. Dus er komt straks iets nieuws aan. Gaan wij het niet over hebben. Maar dus ik mag het niet... Ik heb naar die wedstrijd speciaal gekeken. Ik denk, we gaan erover praten. En wat een waarachtig... Moet je toch beter doen, hè? Hey, alle gasten die hier komen, dat wil ik nog even met je open hebben. Die mogen aanschuiven bij andere programma's. Hij zit straks bij Natafelen, bij Kees Jansma. Wie zat er vorige week? Freek Jansen zat bij Natafelen. Simon Tjommer zit bij Fox Sports. Maar hoe erg ook je best doet, en ik vind dat je het heel goed doet. Geert komt binnenkort bij CNN. Situatie Parijs duidelijk. Al Jazeera. Goed, laat het weer even over voetbal hebben. Ja, ik heb helemaal contract staan dat ik alleen bij afkikken zit. Okay, heel goed, klasse. Laat het over voetbal. PSV. Ja. Gaat op bezoek bij Manchester United. Dat wordt een 1. Een 1. Ja, wat ik trouwens nog wel grappig vind over PSV in de eredivisie. Voor mij hebben we daar nog een tweet staan van Rick Elfrink. Ze doen het zo goed in de Champions League. En hier, dit is hem. PSV verspeelt dit seizoen tegen nummer 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 van de eredivisie. Een voorsprong of punten. Daar kan je toch best wel van onderschatting spreken. Ja, dat ze eigenlijk alleen tegen goede ploegen zich op kunnen laden. Hoe kan het niet zo verschil dan? Totaal geen mentale weerbaarheid. Nee? Denk je dat jezelf alleen maar op kunnen laden voor grote, belangrijke wedstrijden en tegen de mindere clubs. Heel veel van deze wedstrijden, ik noem twee vingers in de neus. Voor en na, het grote weer, voor en na een Europa Cup wedstrijd. Aantal keer PSV punten laten liggen, zelfs verloren. Ja, ook als ik tegen de omgekeerde van Ajax dus. Wat zeg je? Het omgekeerde van Ajax. Ja, eigenlijk wel. Maar jij zegt PSV gaat niet winnen in Manchester? Nee. Oké, een eentje voor. Een eentje. Wat denk jij, Mark? Eentje. Dikke 1. De man hier? Ik denk ook een 1. Kruisje. Kruisje. Ja, het zou een uitstekend resultaat zijn als ze een kruisje pakken. Want dan heb je overigens moet ik wel, wat je niet uit die tweet leest, ze hebben heel veel van die wedstrijden nog wel gewoon gewonnen. De Graafschap uit. Maar het kost wel weer kracht. Kan. Ja, oké. Okay. Maar wel 8 punten verspeeld tegen deze ploegen. Ja, maar dit weekend hadden ze gewoon geluk, hè? Dat die 2-2 werd goedgekeurd van Willem II. Wat is er dan? Je hebt even een puntje maken. Nee, maar... Nee, kom maar, Geert. Ja. Je hebt je zo lang niet gehouden. Luister. Ik zei net over een tweet gehad. En ik wilde het er verder niet meer over. Nou, daar hebben we maar ja. Nu heb ik een PSV. Wat een toeval dat er een PSV voor gaat. Nee, maar... Jan Roels.
weggooien van de week is dit, mensen. De weggooien van de week. Weggooierd. Dat maak jij ervan. Kijk, ik vind dat, dat een verslaggever van de NOS... toch wel wat meer gemiddeld wel wat meer spelregelkennis mag hebben. Want? Nou, wat gebeurt er? Het voorbeeld, ik weet niet of mensen gekeken hebben, de 2-2 ja. Staat, ik weet niet meer welke speler het was, maar er werd geschoten. Vanuit Pereiro stond werd er geschoten van buiten ja. de 16. En, niet de jong schoot. En die staat, precies, en die staat voor de keeper in het baan van het schot, hindert de keeper in het zicht, ontneemt daarmee het zicht van de keeper. Ja, dus doet toch wel, ondanks dat hij inactief is, hè, want hij staat gewoon voor zijn neus, maar hij staat buitenspel. En Jan Roelfs, ja, ik weet niet, ja, maar ja, ik heb niet het idee dat hij nou echt in de weg staat of zo. Nou, dat was één waar ik me aan ergerde. Dus, en het tweede was dat de keeper van Lamproe, van Willem II, die schiet de bal uit zijn handen. En dus dan moet je natuurlijk de bal uit je hand gooien, wil je kunnen trappen. Uh-huh. En Pereiro pikte die bal zo weg. Daar kreeg hij terecht een gele kaart voor. Wat logisch is, want het hoort bij de uittrappen. Het is gewoon spelbederf. Ja, en Jan Roels, ja. Ja, hij doet er eigenlijk niks verkeerd. De keeper heeft die bal losgelaten. Dan denk je, ja, jezus, wat is het voor commentaar? Je weet toch dat het spelbederf is? Ja, ik vind dat de commentaar van de NOS daar wel wat meer... Okay. Jan Roels, je bent de weggooier van de week. Ja, weggooier van de week volgens Gittenoude. Oké, okay, Jan Roels, weggooier van de week. Maar Jan, je bent een goede commentator, dus... herpak jezelf en zorg dat je volgende week weer helemaal fris bij zit. Dat je niet twee weken op rijden weggooien wordt. Goed, dan gaan we door met Ajax. We hebben het net al met Freek over gehad. Denk jij dat ze gaan winnen? In Glasgow? Nee. Tegen Celtic? Nee, wordt ook een 1. Eentje? Denk het ook, ja. Eentje? Kruisje. Kruisje. Ja, kruisje. Eentje. Eentje, ja. Over Ajax gesproken, heb je dat deze geweldig filmpje uit de Arena van de week... heb je dat gezien? Nee? Wat is er dan? Show me. Oh, er was wat leuks op de tribune, of niet? Van de glijbaan. Er gebeurt wel eens wat leuks bij Ajax op de tribune, ja. Wordt ook wel eens gelachen. Ja. Nou, laat maar zien. Jezus. Nee. Oh! Het publiek ook. Nog een keer. Kijk eens. Oh. Hij komt nog ver. Maar, is dit tijdens de wedstrijd of wanneer gebeurt het? Denk ik tijdens de wedstrijd. Ja. De mensen zitten gewoon... okay. Eindelijk een beetje vermaak in het stadion. Wordt eindelijk een keer geklapt. Zijn we wat positiever over AZ? Gaat AZ winnen van Partizan? Thuis? Ja. Nee, een kruisje. Een kruisje. Mark? We gaan winnen. Ja. AZ gaat winnen? Eentje. Eentje? Ja, ik zit op de Vincent Janssen bandwagon. Dus ik denk wel dat hij er eentje in gaat prikken. Ja, die is wel aan. En dat hij gaat winnen. Leuk. Vincent Janssen volgende week trouwens hier te gast. Dus hopelijk hebben we het... heeft hij een goede avond. Even het, het is hier al zo warm, die man is zo hot. Ik verwacht een hat-trick van Mark van de week. Want ja. Mitchell tevreden heeft van de week ook weer gescoord. Ja, ze blijven maar scoren als ze hier geweest zijn, ja. Ik verwacht direct een hat-trick ook echt. Ja. Ja, ik leg de lat niet heeft ze Groningen? Nee. We gaan in ieder geval mee naar voren met een corner. Ja, want nou, dat mag hebben dat effect. Nou, ik zag je trouwens wel. Ja, mee naar voren gaan. Zoek ineens rechtsback. Nee, ja, tegen NEC toch? Toen we mee naar voren gingen. Oké, maar FC Groningen. In Marseille tegen Olympique, zonder supporters. Nee, die gaan eraf. Die gaan een eraf. Ja, wordt heel lastig, hè? Dikke 1. Peter, wat denk je? Marseille gisteren, knappe overwinning. Gingen er nou wel supporters? Dat vertelde jij toch? Dat er toch nog supporters gingen? Ja, er zijn mensen die zeggen van fuck, we gaan op eigen vervoer. Maar dat is naar Marseille. Die gaan de terrassen van Marseille weer slopen. Ja, nou, wat doen we dan? Ik zou vooral hopen dat ze veilig thuiskomen. Ja. Ja, maar de politie ook heeft gezegd, we sturen die gelijk terug of je pak je op als we je daar rond. Ja, als je daar ook al niet meer op de politie kan rekenen, wordt het een lachen verhaal daar. Ja, het is niet zo'n fijne buurt daar, toch? Nee, kan ik je niet aan als uitsupporter. Dat ziet er goed uit qua Europees voetbal. Nieuw, het is weer zover. Ja, ik zie het. Hey. De lampen gingen deze week eerder. Dit is waarom Mark van der Maren naar de studio's komen, voor dit spelletje. Ja. De internetquiz der internetquizzen. En ook het favoriete onderdeel van Johan. Johan is geloof ik 10 uit 0 of zo. Of 0 uit 10. Ja, zoiets. Zoiets, ja. Johan is structureel de weggooid van de week. Leg even aan je gast uit wat we gaan doen. Nee, Mark speelt het elke week al thuis. Doet hij mee. Hij ziet de speler. En als je het weet moet je erop slaan. En dan, jullie hebben ook een belletje. Ja, ze moeten hem delen. Oké. Met wie wil jij, Geert? Je hebt vorige week verloren. Teams. Heb ik vorige week verloren? Zeker. Nou ja, je geeft net een katje aan Johan. Dus ik pak het voor Johan op. Ik ga samen met Johan. Nou, Mark, het is van ons. Je hebt een heel weekend. Wij, toch? Ja, heel weekend. Het goed weekend. Ja, tuurlijk. Ik heb een keer verloren, maar hij geeft jou een kat te geven. Dus niks laat maar komen. Zou ik jou een kat geven? Nee, joh. Nou, kom maar met de eerste. Kom maar met de eerste. Maarten de Fokkert. Nou, zeg maar dan. Jij niet zegt. Nee, jij was eerst. Nee, jij was eerst. Nee, je ziet dat jij slaat. Schij zegt er. Wie was nee, eerst? Nee, hij was eerst. Willem 2. Hij was eerst. Normaal is het dan het van ik was eerst. De teamgenoot zegt wat. Nee, maar jij moet eerst zeggen. Nee, je teamgenoot zegt wat. Willem 2, zeg maar. Hij is Willem 2, is mijn team. Nee, dat is...
Dat is niet goed. Heerenveen. Ja. Dat is wel goed, ja. Correct. Reservekeeper, jeugd. Maar ik vind geen weggooier, Johan. Echt niet. Jij zegt tenminste wat. Jij drukt, jij wist het geen eens. Waarom druk je dan? Heb jij die nieuwe Jong Oranje gehad, Niel? Nee, nog niet bij Jong Oranje gehad. Jij drukt en je drukt als eerste en dan moet ik het opeens gaan zeggen. Terwijl die het goede antwoord weet. Heel apart. Ja. 1-0. Gooi die tweede er maar in. Nasir Machi. Maar dit is nog steeds... Voetbalt hij nog? Ja, die voetbalt nog. Kijk dan. Vind je. Hij heeft een gezicht alsof hij... Maar speelt hij bij een prof of amateurs? Hij speelt bij een profclub. Met een contract, hij krijgt gewoon salaris. Nou, dat zal het weet je het of niet? Zeker waar hij speelt. Zeker waar hij speelt, ja. Den Bosch? Nee, hij speelt in het buitenland, sorry. Oh. Ik zou Den Bosch geen buitenland durven noemen. Ik hoor het niet. Nou ja. Geert, kom op. Nou, als je Europa... Is het Europa? Ja, het is Europa. Ja, nee, maar... Weer een beeld. Luister, dan kan... Is dit al een punt? Ik hoef geen land te weten. MTK Budapest. Helaas. Waar komt dit ineens vandaan? MTK Budapest. Later, maar ja. Zeg maar, Peter. Het is... Pavos in Cyprus, op Cyprus moet ik zeggen. Op Cyprus, helaas. Had er ooit snel... een goede reeks bij Utrecht, hey, kom er maar eens op. Ja, debuut tegen RBC. Heel goed, Henk de Katen. Kom er maar eens op. Eén heel goed jaar gehad, ja. En Henk de Katen traint altijd voor niks. Ja, klopt. Ja, okay. Dit doet alles voor liefde voor de club. Volgende, Sandro Calabro. Oh shit. Ja, heeft Utrecht roots, ja. Kom op. Ja. Kijk naar het shirt, dan zeg RKC. Nog zitten. RKC. Nee, dat zou veel te veel voor de hand. Ja, vorige week was het wel zo. Dat ging per ongeluk. Ja, dat ging per ongeluk. Stonken erin. Sander, het is Europa en het is best wel dicht bij Nederland. Ja. Hey, ik weet niet wat je gestudeerd hebt, Mark van der Marel, maar... niet in de vergeten spelers. Vergeten spelers. Johan, idee? Het zal België zijn, maar... Westerlo. Nee, wel België, geen Westerlo. De Danze. De Danze. De Danze. Nog steeds 1-1. Een goede foto trouwens. Daar zal hij heel blij mee zijn. Ik heb nog een verhaal over Sander Klaar. Slechter dan mijn foto kan het niet, hoor. Ik speelde met Noordwijk tegen Jong ADO. En toen had ik de hele wedstrijd met hem aan de stok. En toen heeft hij vol in mijn gezicht gespuugd. En ze ziet hij er zo uit. Sander Klaar, bro. Ah, dan ben je ook de weggooier van het jaar. Als je iemand in zijn gezicht spuugt. Ja. Ik vind alles prima, maar spuren, lijkt me echt not done. 1-0 voor Niel, hè? Michael kiest de bel. Birmingham City. Ja. Zo, jongens. Je slaat die bel bijna bij de buren naar binnen. Ja, hij staat nu 2-0 voor en ik heb nog 1 opgave. Dus technisch gezien zou je niet meer kunnen verliezen. Maar die laatste opgave... Die telt hier al drie dubbele punten. Ja. Dus. Ja, echt schandalig dit, jongens. Kom op. Vooral als Johan weet. Thomas Aigiepong. Hij speelt in de Eredivisie. Heracles. FC Twente. Twente, ja. Het is nu 7-8-0 geworden of zo? FC Twente, ja. Gefeliciteerd, Niel. Ja. Maar jammer. Nee, het is 6-3. Het lag deze keer niet eens aan Johan. Nou, ik vond het wel een beetje FC Twente, hoor. Hé, hey, maar gaat er nog een tegenprestatie komen voor de verliezer of zo? Nou, dat gaat kan je nooit doen tijdens de wedstrijd afspreken. Ja, Mark, wat zullen we Geert en Johan laten doen? Nu? Wij moeten nu opeens doen. Nee, straks naar de prestatie. Oh, wat is dit nou voor gekkigheid? Achteraf de lucht van bepalen. Nee, tijdens de wedstrijd. Volgende keer voordat we gaan de quiz doen. Afspreken. Ja, maar dan is Mark er niet meer. Ja. Nee, ik doe wel wat inzenden. Hij doet wel wat inzenden. Ja, Sandro Calabro had ik wel gehoopt dat je dat wist. Maar ja. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Johan natuurlijk bedankt. Mark bedankt. Git ook bedankt. We hebben nog een open chat, hè? We hebben een open chat. Wil je eerst de open chat nog even kijken? Ja, gaan we eerst de open chat nog even kijken. Ik kreeg ook nog de vraag of Mark beschikbaar is voor het Indonesisch elftal. Ja. Tuurlijk, ze mogen altijd bellen. Het Sergio van Dijk dingetje. Ja, mooi. Nou, sowieso. De nieuwe Indonesische competitie, daar gaan veel centjes in. Ja, het is nog een beetje onrustig, maar ik weet dat het... Ik ben ook wel eens benaderd, zeg maar, om een beetje die kant op te gaan. Ja, het zou fantastisch zijn om zoiets te mogen doen, weet je. Voor hetzelfde geld fietsen ze zomaar ergens door een kwalificatie. Je weet het allemaal niet. Zou ik als 39-jarige ook daar nog kunnen spelen? Heb jij in welke connectie heb je mag je alleen voor Bali spelen? Nee, ja, veel Bali geweest. Zou jij met dit Twente mee kunnen? Ja, dat wordt gevraagd nu. Iedereen in deze ruimte. Nou, dat zou arrogant zijn als ik zeg dat ik nu even zo mee in de Eredivisie zou kunnen. Niet alleen, ik heb wel het gevoel dat als ik een paar maandjes ga trainen, dat ik nog wel aardig mee kan. Dat gevoel heb ik wel. Maar in ieder geval een balletje erin koppelen. Veel mensen zullen me misschien uitlachen, dat is misschien ook terecht, maar dat is het gevoel. Beter dat ik dat gevoel heb. Dion Brouwer vraagt, Mark, waar heb je die schoenen vandaan? We gingen niet over schoenen hebben, toch? Hoor ik nee, net, maar ze zijn wel, ik vind ze wel hele mooie schoenen. Bij de ATQ Store in Amsterdam. ATQ Store. Ja. Oké, okay, nou dan kan Dion morgen zijn centjes daar uitgeven. Ja. Zijn er nog andere dingen in de chat?
Ja, het gaat heel veel over Ajax, want het gaat altijd over Ajax in de chat. Dan gaan we gewoon lekker afronden. Ja. Nou, je vergeet nog wat. Kom op, je moet nog iets aankomen. Zeker, ja. We gaan Ajax toch niet te scotten of zo? We kunnen toch even kijken? Ja. Nee, maar scotten? Scotten. Yo, dus hier een generatiekloof, hoor. Back to the 90's, toch niet te scotten? Nee, maar of een bari geven. Joh, ik ga ook maar mee met mijn tijd. Maar... Een bari geven? Een bari geven? Joh. Ben je wel helemaal baki, Geert? Nee, je kan gewoon... Dan maken we nu grappig, maar wel ook jonge kijkers, hè? Nee, zeker. Ja, maar ik ken niemand van de jonge kijkers die over Scotten heeft. Nee, weet ik. Maar af en toe moet je een uitzondering maken. Maar ik denk dat ik meer straaltaal ken op van dit moment dan de meeste hier. Ik denk dat ze gewoon over jou zeggen dat is echt gewoon een overhypte tata. Ja. Goed. We gaan afronden. Maar, straks... Ja, straks is er de buitenlandshow met... Jean-Paul Rizon en Jordi Amali. Zeker. Dus we hebben het niet over El Clasico gehad, bewust niet. Zij gaan het uitgebreid daarover hebben en over alle andere competities. Turkije, Frankrijk, Engeland. Laat? Dat willen de mensen weten. Hoe laat? Nou, als ik even naar de wc geweest ben en even goed naar de wc geweest Maar deze stream nog? Of komt er een nieuwe stream? Hey, dus ik hoef voort er gewoon niet deze meer naar. Stream. Deze ja, stream. Dus wat ga ik je adviseren? Loop even naar de keuken, haal even wat te drinken. SMS even je afspraak af van zometeen. En dan laat de stream gewoon aan. En dan zijn we zo terug met je met de show. Jordi en Jean-Paul in over het buitenlands voetbal. Maar wij kunnen geen. Wij gaan dus niet meer over buitenlands voetbal hebben. Dus ik ga voor niks. Jij mag in het voorjaar weer onze Zweden-kenner zijn. Je mag aanschuiven zoals je wil, van mij, Bart. Nou, misschien komt Geert ook wel aanschuiven. Stuur een Twitter-vraag naar die jongens. Dan behandelen we hem. Ja, Geert. En dan wel een punt voor je ding. Maar wel een punt voor je mensen. Dat ik opeens Twitter-vragen moet gaan stellen. Mark, Johan, nogmaals dank. Wij gaan afkondigen. Anders, tot zometeen. En sowieso volgende week om 7 uur is er weer een nieuwe live uitzending. En abonneer je natuurlijk op het kanaal dat je niks mist. Ja, prima. Dank je.